Goedenavond gemeente, ook vanavond hartelijk welkom opnieuw in deze dienst waarin we dankzegging doen voor het heilige avondmaal wat we vanochtend hebben gevierd. Welkom ook aan de jongeren van de JV die vanavond weer bij elkaar komen. We heten ook degene die vanuit thuis of vanuit elders met ons meekijken hartelijk welkom. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. De voorganger is in deze dienst is dominee Neervoort uit Nieuwe Tongen. Hartelijk welkom en fijn dat u weer eens in ons midden kunt zijn. We collecteren. De eerste collecte is voor kerk en diaconie en de tweede collecte is voor de algemene middelen van de kerk. En de busjes bij de uitgang zijn voor de GZB, het project in de Filipijnen. Volgende week zondag hopen voor te gaan 's morgens dominee Speksnijder en 's avonds dominee Jonkind. Opnieuw een hartelijke uitnodiging om naar het gebedsuur te komen aanstaande donderdag. Avond. De activiteiten van deze week. Vanavond is er de jeugdvereniging. Maandagavond de vrouwenvereniging. Dinsdagavond catechisatie voor groep 1 tot en met 3. Woensdagavond belijdeniscatechisatie en ook huisbezoek. Donderdagavond het gebedsuur om 8 uur in de wegwijzer. En vergadering van de evangelisatiecommissie. En vrijdagavond komt de tienerclub bij elkaar. We hebben de voorbeden vanochtend gedaan voor de zieken en de rouwdragen in onze gemeente. Voor alle activiteiten van deze week. Voor het volk van de Oekraïne en Rusland, het volk van Israël en het volk van de Palestijnen. We hebben gedankt met Chris Korteland. Zijn operatie is goed gegaan, de pinnen zijn verwijderd en hij mocht op de dag dat hij geopereerd werd weer naar huis. We hebben gebeden voor ons land. We zullen nu deze dienst beginnen en we zingen dan Psalm 32, daarvan het vierde vers. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Thank you.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, ook van mijn kant goed om u weer te zien. En we gaan met elkaar zingen. Dat is fijn dat we dat mogen doen. Wij zingen uit Psalm 138, God de lof toe. Psalm 138, vers 1. Het is dankzegging. En daarom zingen we tot zijn eer. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. En ook het vierde vers, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, het eerste en ook het vierde vers. Thank you.
van dankzegging beleiden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen wij Psalm 110, het eerste vers. Psalm 110 als antwoord op de geloofsbelijdenis. En een ieder spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen wij met elkaar bidden om de opening van het woord en ook om de komst en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, Heer, in de stilte van het gebed, zo aan het begin van deze dienst van dankzegging mogen wij tot u komen. En dat is in de eerste plaats, Heere, toch al een groot wonder dat wij onze handen mogen vouwen, onze ogen mogen sluiten, onze geest op u mogen richten en dat u dan ons wil horen. Dat u wilt luisteren naar mensen die in zichzelf, ja, zo op zichzelf gericht zijn, die zo vol zitten met zonde en ongerechtigheid. Dat hebben we vanmorgen aan de tafel ook beleden. Dat wij het leven buiten onszelf in Christus zoeken. En dat als wij onze handen vouwen, onze ogen sluiten, dat u wilt horen. Ja, Heren, dan kunnen we maar één ding zeggen, ook vanavond hier in Brandwijk. Duizendmaal. Dank. Wat is het dan een wonder, Heren, als het vanavond mag gaan over die tekst uit Hebreeën 12, dat wij die wedloop lopen met het oog op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de overste leidsman en de voleinde van het geloof. Dat we dan zonder dat we het hebben afgesproken met elkaar op Psalm 32 mogen zingen, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Heer, dat is niet toevallig. Wilt u geven dat vanavond hier in Brandwijk geen enkel oog, of dat nou van een oudere is die al een kerkbank heeft versleten, bij wijze van spreken, of dat het een jongere is die hier in de kerk is omdat hij moet,
Geef dat we vanavond één ding met elkaar gemeen zullen hebben. Dat u één ding werkt door uw Heilige Geest. Dat wij het oog op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen hebben. Laat ons vanavond toch uw Zoon zien. Wie Hij voor ons is, voor ons wil zijn. En hoe afhankelijk wij zijn van Hem in alles. Heer, en dan weet u ook hoe wij vanavond naar uw huis gekomen zijn. U weet of wij hier kwamen met iets met een verlangen in ons hart. Dat we vanmorgen aan de tafel gezeten hebben en geproefd hebben hoe goed u bent. Vol van genade en vrede. En dat we vanavond weer in uw huis gekomen zijn en zeggen, ja, Heer, geeft u me maar wat u vanmorgen gegeven heeft, geeft u me er nog meer van. Maar u weet het ook. Wanneer wij kwamen maar en komen vanavond, maar dat het lauw is, dat het droog is. En daarom bidden wij, wilt u met uw Heilige Geest vanavond komen in ons midden, hier in Brandwijk, in dit kerkgebouw. En wilt u met uw Heilige Geest ons vanavond zo aanraken, zo aanspreken ook door uw woord, dat er niemand het kerkgebouw verlaat, zonder dat hij weet. God heeft mij vanavond aangesproken. Heer, en dan weet u wat daarvoor nodig is, want wij mensen, wij zetten allerlei dingen tussen u en ons in. Er kan zonde tussen u en ons instaan. Er kan traditie tussen u en ons instaan. Er kunnen allerlei dingen tussen u en ons instaan. Maar daarom bidden we juist om die Heilige Geest, of u een weg wilt banen naar ons hart en of u ons hart wil openmaken voor uw woord. Uw Heilige Geest is een geest die ons hart kan openmaken. Wilt u als het ware de koevoet ertussen zetten? De deur open, het stenen hart, wilt u het wegnemen en er een vlezen hart voor in de plaats zetten. Spreek, Heer. En wij verwachten dat u wonderen van geloof en bekering wil doen. Help ons zo bij het preken. Open mijn lippen, dan zal mijn tong uw lof verkondigen. Helpt u ons bij het luisteren. Heere, open onze oren, geef ons aandacht, geef een verlangen om uw woord in te drinken, want wij mensen, wij dwalen zo makkelijk af en we denken aan de dingen van de week, aan ons werk en school en noem maar op. Maar neemt u onze gedachten nou gevangen. En laat ons merken dat u het bent, die spreekt, niet een dominee, met al zijn gebrek, met al zijn eigen zonde. Maar dat u spreekt tot ons hart. Wij danken u voor het heilig avondmaal dat u ons gaf. Heren, daar mochten we proeven wat u tegen ons zegt in uw woord. Daar mochten we proeven dat wanneer u zegt er is vergeving voor de grootste zondaar, dat hebben we vanmorgen in onze mond mogen proeven en daar willen we u voor danken. Dat is om stil van te worden. Duizendmaal dank. Voor wat u gaf. Zo dragen wij deze dienst ook aan u op. Wees met een ieder die een taak heeft in deze dienst. Denk aan de kosten, de organist, de mensen van de techniek. We bidden voor de organist. Laat het werk van hun handen tot zegen zijn. Zo zijn we van alles in u afhankelijk. Als gemeente komen we met opgehouden handen. En zeggen wij hebben niks. En u heeft alles. Vult u onze handen. Zo vragen wij dit. Niet omdat wij dat verdienen, maar in de vergeving van al onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan Gods woord met elkaar open doen. En dat doen we allereerst in Hebreeën 11. Dat is ook de enige tekst, trouwens, Hebreeën 11... En wij lezen eerst Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 10. En dan maken wij een sprong in de tekst naar vers 35. Maar eerst Hebreeën 11, vers 1 tot 10.
geloofsgetuigen staat daarboven. En daar spreekt Gods woord tot ons. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd en door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt moet geloven dat hij is, dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van die dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld, is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zal. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als een vreemd land en heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen die mede-erfgenamen waren van diezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. En dan bladeren wij door naar vers 35. En wij lezen vanaf vers 35 tot hoofdstuk 12, het tweede vers. Vanaf vers 35. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en gezelslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen in grotten, in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had. Opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer. Ingewikkelde tekst, ik hoop met de hulp van de Heere God daar licht op te mogen laten schijnen. Gemeente, u wordt het woord verkondigd uit Hebreeën 12 en als kernteksten de versen 1 en 2. Hebreeën 12, de versen 1 en 2. En ik schrijf als thema boven de preek, hardlopen naar het vaderhuis. Thema van de preek, hardlopen naar het vaderhuis. En dan heb ik drie punten, drie stations die wij passeren. Allereerst de strijd die gestreden moet worden. Ten tweede het oog dat gehouden moet worden. En ten derde het uitzicht dat gezien moet worden.
Dus drie gedachten, de strijd die gestreden moet worden, het oog dat gehouden moet worden en ten derde het uitzicht dat gezien moet worden. Thema van de preek, hardlopen naar het Vaderhuis. Wij gaan nog zingen met elkaar en dat doen wij uit Psalm 18. Psalm 18 en daarvan het zevende. Psalm 18, vers 7. Want zeer een weg heb ik trouw bewandeld en niet goddeloos met mijn God gehandeld. En ook het twaalfde vers. Gij hebt mij Heer met kracht omgord tot strijden. 18, het zevende en ook het twaalfde vers.
Gemeente, na het amen van de preek zingen wij Psalm 42 en daarvan het tweede vers, Psalm 42 vers 2 en ook het vijfde vers, dat bekende vers, maar de Heer zal uitkomst geven. Dus 42, het tweede vers en ook het vijfde vers na het amen op de preek. Gemeente, bent u er nog vol van? Je hebt vanmorgen hier aan de tafel van de Heere gezeten, je hebt avondmaal gevierd en je hebt daar aan die tafel gedacht aan zijn gebroken lichaam toen u het brood at. En u weet hoe dat kan gaan, hè? Dat kwam zo dichtbij, want je at dat brood en je proefde daar u voor mij, daar ik anders de eeuwige dood moest sterven. Wat een wonder. En je hebt vanmorgen gezeten hier aan de tafel en de wijn gedronken en je hebt gedacht aan het bloed van de Heer Jezus. Dat stroomde van het kruis. En het kwam zo dichtbij en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, zegt Johannes, reinigt van alle zonde. En je hebt het wonder geproefd. En je hebt de diepte van de genade van de Heer geproefd voor jou. Ben je er nog vol van? Nou, laat ik eerst eens een pastorale opmerking erbij maken. Het avondmaal hangt in eerste instantie niet af van wat u of ik daarbij voel. Natuurlijk niet. En je moet ook niet de kwaliteit van het avondmaal die vanmorgen geweest is, het peilen aan de hand van wat heb ik daarbij gevoeld. Het kan heel goed zijn dat je wel bent gaan zitten hier aan de tafel, dat je er weinig bij ervaren hebt, maar dat je wel gehoorzaam bent geweest aan die roep van de Heer Jezus Christus. Doe dat tot mijn gedachtenis. Gedenk en geloof dat mijn lichaam en bloed voor u is. En toch wil ik die vraag ook wel zo eens in de gemeente neerleggen, herstellen. Ben je er vol van? En dat kan, hè, dat je zo de aanwezigheid door Gods geest ervaart, dat je aan de tafel hebt gezeten, dat je als het ware het zicht op de Heer Jezus hebt gehad en dat je het mag weten, het is goed. Geen betere plek op aard dan hier, waar mijn zonden zijn vergeven. Jongens en meiden, vroeger zeiden ze dan wel, het is een beetje een oude uitspraak, een beetje ouderwetse taal, maar dan zeiden ze, ja, dat zijn uurtjes van korte duurtjes. Misschien kent u die uitspraak wel. Zo weer, zo genoten en zo weer toegesloten. Met andere woorden, het was zo goed daar aan die tafel, zo heerlijk. En tegelijkertijd, het is zo weer weg. Ja, zegt er iemand in de kerk, dat is nou precies wat ik had. Dat heb ik ook ervaren. Ik zat aan die tafel en ik mocht daar zicht hebben op de Heer Jezus. En ik mocht gezegend worden, maar ik loop naar huis met mijn kinderen, met mijn vrouw. En mijn vrouw die zegt iets tegen me, ik struikel bijna en weg. Zegen weg, wonder weg, zicht op Jezus weg. En iemand anders die zegt, ja dat had ik ook, want ik reed met de auto en iemand anders gaf geen voorrang en ineens kwam het omhoog. Zegen weg, wonder weg, zicht weg. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Hè? Afgelopen week sprak ik een ouderling, niet uit deze gemeente, maar in mijn eigen gemeente. En die zei ook, ja, soms kun je er zo vol van zijn, maar het kan zomaar ineens uit je handen glippen en dan heb je het niet meer. Ken je dat? Dat het ineens minder is. Dat je het wist en je was er vol van, maar je begint te twijfelen. De duivel, de wereld, je zondige hart. Ze doen er alles aan om je bij de Heer Jezus weg te houden, weg te trekken, weg bij zijn genade. En als je weg bent bij die genade, dan zakt het door je vingers. Zo weer toegesloten. En gemeente, daarom,
nu het avondmaal gevierd is, is er een strijd die gestreden moet worden. Dat is het eerste punt. Het geloof is een strijd die gestreden moet worden. En ik geloof dat ieder kind van de Heere dat kent. Je hebt wel eens van die kerken, misschien kent u die wel. En ik wil niet op die kerk of op die mensen afgeven, helemaal niet. Maar je hebt wel eens mensen of christenen, hè, waarbij het altijd heerlijk is. Altijd geweldig is. Hè. En daar ben ik dan wel eens jaloers op ook. Want ze zijn altijd vol van de Heere God. Nou, misschien ken je zulke mensen ook wel. Maar is dat Bijbels geloof? Ik heb daar op de grond van Gods woord wel wat twijfels bij. Want als je kijkt alleen al naar de brieven van Paulus, laat ik een voorbeeld nemen. Hè? De Romeinenbrief, problemen tussen Jood en Heiden. De brief aan de Galaten, problemen. De brief aan de Korinthe, ruzie, tweedracht, wereldse gemeente. De brief aan de Hebreeën die vandaag voor ons ligt. Problemen in de gemeente. Dus als ik dat dus zo kort een beetje voor u schets, nou dan proef je wel. Hè? Het geloof, dat is eerder een strijd dan dat het altijd op de top van de berg zit. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kerkgeschiedenis. Het geloof is een strijd. Hè? De psalmist die zingt ook niet voor niks, hè. Want God is ons een schild in het strijdperk van dit leven. En Calvijn die zegt dan heel to the point. Hij zegt, ieder kind van God die heeft dus een loop, u dus ook, u heeft een loop te lopen, een strijd te strijden. Nou jongens en meiden, met andere woorden, als ik het vertaal naar deze tijd, het geloof is één grote hardloopwedstrijd naar de finish, waar de Vader met zijn armen open staat te wachten. Dus het geloof is een hardloopwedstrijd naar dat Nieuw Jeruzalem. En dat brengt ons precies bij deze tekst in de Hebreeënbrief. Want die gemeente van Hebreeën, die begon aan die hardloopwedstrijd. Nou, een paar opmerkingen om de context wat te schetsen. Hè. De brief van de Hebreeën is eigenlijk een hele lange preek. Eén preek. Nou jongens, blader er maar eens door. Het zijn 13 hoofdstukken. Dan zit je nog wel even. He, dus het is een hele lange preek. Het is geen korte preek geweest, een lange preek. Maar het heeft één kernboodschap. Tuurlijk, er wordt heel veel in gezegd. Maar er is één kernboodschap in die hele brief. En dat is deze. Ga door. Houd vol. Strijden. Lopen. Volharden, doorgaan, koppig doorzetten, strijden. Je kunt die preek zo samenvatten. Het is een preek van bemoediging om niet op te geven en door te gaan in het christenleven. Maar dat is ook de reden waarom ik preek na het avondmaal over deze tekst. En jij zegt er iemand in de kerk, ja dominee, dat zal best zo zijn, maar die Hebreeën, hè, wat moet ik daar dan bij denken? Wat is dat precies? Want Hebreeën, dat was toch Joods volk? En dan moet hier aan denken. Deze brief die is geschreven aan een kleine huisgemeente ergens in Italië. En een deel van die gemeente bestond uit heidenen, hè, Romeinen die tot Christus gekomen waren. En een gedeelte van de gemeente die bestond uit Grieks sprekende Joden. Nou, aan deze gemeente, klein en teer, divers zoals die is, wordt deze preek gericht. En toen ik net vanuit Nieuwe Tongen hierheen reed, toen voegde ik in op de snelweg. Eerst richting Rotterdam, dan richting Utrecht, Gorkum, die kant op. Nou, je zou kunnen zeggen, als je Hebreeën 12 leest, hè, dan voeg je als het ware in op de snelweg van het geloofsleven van die gemeente van Hebreeën. Je krijgt een inkijkje in het geloofsleven van de gemeente daar in Italië zoveel jaar geleden. Nou, laten we maar eens lezen. Lees maar eens mee. Vers 1. Welnu dan,
Laat ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Nou, hoor je het de dominee van die gemeente zeggen daar? Laten wij met volharding lopen de wedloop die voor ons ligt. En dan word ik even stil. Want in deze tekst, daar zit zoveel bemoediging in. En ik hoop dat je dat vanavond ook proeft. Er zit zoveel kracht in. Hè? Nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, staat er. In het Grieks staat daar het woordje nervos. Daar hoor je ons woordje nevel een beetje in terug, hè? Nervos, nevel. En dat betekent wolk, wolk. Nou, als je in een wolk staat, jongens en meiden, dat kun je misschien wel eens gehad hebben. Als je op een berg staat, hè, in Oostenrijk of zo. Of als het heel laag hangt hier tussen de weilanden. En dan zit die hele wolk zit om je heen. Hè? Dan word je van alle kanten word je omringd door die wolk. Nou zegt die Hebreeënbrief als bemoediging tegen die christenen die moeten strijden. Gemeente, als je de wedloop loopt, de strijd moet strijden van het geloof, dan ben je van alle kanten omringd door een wolk van getuigen. Mooi, hè? Jongens en meiden, dan moet ik denken aan een stadion. Dat is ook het beeld wat Hebreeën 12 gebruikt. Hè? Het is een beeld van een hardloopwedstrijd in een stadion. Nou, misschien kijk je wel eens naar atletiek of naar voetbal. En dan zie je van die tribunes en die zijn afgeladen vol met mensen. En wat doen die mensen daar op die tribune? Nou, dat weet je wel. Aanmoedigen. Juichen. Hun favoriete sporten steunen naar de finish schreeuwen en zeggen, kom op, zet hem op. Dat is het beeld wat Paulus hier gebruikt. Op de tribune van je geloofsleven. Dan maak ik het even persoonlijk van u en van jou en van jou. Op de tribune van je geloofsleven zitten vele getuigen om je in je geloofstrijd aan te moedigen. En dan in het Grieks zie je dat heel mooi, dat zijn er niet een paar. Nee, dat woordje menigte, dat duidt op ongedefinieerd veel. Een stadion vol getuigen die jou aanmoedigen in de strijd. Nou, laten we eens kijken naar die tribune. Wie zit erop? Dat zie je in hoofdstuk 11, hè? Zie je hem zitten? Het is Henoch. Henoch, die wandelde met God en hij heeft de loop gefinished. Hij werd opgenomen, hebben we gelezen, in Gods heerlijkheid. En Henoch, hij moedigt je aan vanavond. Ga door. Strijden. En zie haar. Het is Sarah, die door het geloof op Gods belofte bleef vertrouwen en ze haalt de finish, ze mocht in de hemel thuiskomen en ze roept naar je toe vanavond, kom op! En ik zie Noach, die stug doorgaat met dat bouwen van de ark, stug doorgaat, terwijl al de mensen hem uitlachen, maar hij haalt de eindstreep. En deze Mozes, zegt hoofdstuk 11, die zit op de tribune en die zegt, kom op, lopen tot je thuis bent. Gelovigen uit Brandwijk, er zit een tribune vol in de hemel. Ons naar de eindstreep te schreeuwen. Naar de eeuwigheid waar de Heere met zijn volk voor eeuwig zal wonen. Ik zou me kunnen voorstellen, hè, dat je in de kerk zit en dat je zegt tegen mij, ja dominee, maar dat vind ik allemaal wel mooi en zo, maar wat is dan die strijd?
Die hardloopwedstrijd. Wat is die strijd dan? Ik heb al gezegd, hè, die eindstreep, dat is het eeuwige leven met God. Waar je thuis mag komen bij de Vader in het Vaderhuis. Maar wat is die strijd richting die eindstreep? Nou, daar geeft Hebreeën ook een antwoord op. Lees maar mee. Laten wij afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Alle last. In het Grieks staat daar het woordje massa of gewicht. Laat ons afleggen alle last. Nou, ik kwam ergens tegen, zul je misschien niet geloven. Ik kwam ergens tegen dat in de oudheid, hè, die hardloopwedstrijden, dat gebruikt Paulus, dat beeld, in stadions zonder kleding werden gelopen. Moet je eens voorstellen. He, zo'n sporter die trok alles uit en legde alles af wat hem belemmerde in het rennen. Hij gooide het aan de kant zodat hij zo hard mogelijk naar de finish kon rennen. Nou jongens en meiden, misschien zit je wel op atletiek, hè? Als je een hardloopwedstrijd wil winnen, dan doe je één ding niet. Dan ga je niet met een gewicht op je rug, met een rugzak op je rug. Dan leg je zoveel mogelijk af. Dat is dom, toch? Als je dat doet. Leg af alle last en zonde. Dus wat wil Hebreeën 12 nou aan ons leren vanavond hier in Brandwijk? Als jij de geloofsloop wilt winnen, dan moet je alles wat je belemmert weghalen. Alles wat je onnodig met je meesjouwt, afleggen. Calvijn die maakt dat dan heel praktisch en die zegt dan, last, dat is alle liefde die wij hebben voor de tegenwoordige wereld. Het is al het genot wat je van deze wereld wil hebben. Het zijn alle aardse zorgen, alle rijkdom, alle eer die ik nastreef. Onnodige last. Moet aan de kant. Jij ook. Het Griekse woord voor afleggen, dat is apotitermi. En dat is eigenlijk een woord dat bestaat uit twee woorden die aan elkaar zijn geplakt. Zo. En apo, dat betekent weg of aan de kant. En titermi, dat betekent leggen. En dat woord, dat kom je op meer plekken tegen in de Bijbel. Ik geef drie teksten. Drie Bijbelteksten. Romeinen 13. Laten wij de werken van de duisternis afleggen. Efeze 4, vers 22. Laten wij de oude mens afleggen. Colossense 3, vers 7. In deze dingen heb ik u, waar u ook voorheen gewandeld hebt, toen u in de dingen leefde, maar nu leg ook dit nu alles af aan de kant. Namelijk toren, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Laten wij dus aan de kant leggen alles wat wij niet nodig hebben op de weg naar de finish. Dat zou ik u willen meegeven. Leg aan de kant wat je belemmert om te lopen naar het Vaderhuis. Jongeren, vraag je elke weekend af. En dan ga ik niet zeggen wat je wel of niet mag, daar hou ik helemaal niet van. Maar vraag je elk weekend af. Maakt wat ik nu ga doen mij een betere loper of niet? Maakt wat ik nu ga ondernemen, de keuze die ik nu maak, maakt dat mij een betere hardloper naar die finish? Of doe ik een rugzak met stenen om? Laten wij afleggen alle last. Nog heel iets over dat woordje wedloop. Hè? Er staat het woordje wedloop, dat is een beetje een ouderwets woord. Misschien denk je wel, ja, wat moet ik daar nou bij denken, bij het woordje wedloop. Maar dat betekent de baan rennen. He, een loop lopen, een wedstrijd lopen. En dat is de kern van Hebreeën 12. Hebreeën 12 leert ons één ding, die zegt, ga rennen. Ga rennen.
Daar zit iets heel moois achter. We gaan rennen. Waar naartoe? Waarheen? Naar het vaderhuis. Je gaat rennen. Ja, daar waar Abraham is, die getuige waar we net van lazen. Ja, je gaat rennen waar naar Sarah is. Je gaat rennen waar Henoch is, waar Noach is, waar alle kinderen van God zijn. Maar je rent ten diepste naar Christus toe. Loop de wedloop. Waar de Vader staat met zijn armen open om uithijgende hardlopers in zijn liefdevolle armen te nemen. Dat is de finishlijn. Dat is het eerste van de preek. Het tweede, dat brengt ons bij het tweede van de preek, het oog dat gehouden moet worden. En gemeente, u bent ook een gemeente buiten het paradijs, net als die in Nieuwe Tongen en Herkingen. En ik hoor dan heel vaak, hè, dan zeggen ze tegen mij, ja dominee, we zouden graag willen, dat hoor je ook in het beroepingswerk vaak, dat ze zeggen, ja we willen graag praktisch. Hè, praktisch. Praktisch, praktisch. Preken moet er praktisch, je moet in de kerk zitten en dan moet je er wat mee kunnen. En ja, dit is ook echt een tekst die gericht is op bemoediging, op volharding. Hè? Het is een tekst van heiligmaking van het leven. Dus de preek ook. Leg af, aan de kant. Maar daar wil ik iets over zeggen. Heel veel mensen, misschien u ook, die verstaan de heiligmaking verkeerd. Niet goed. Hey, die denken misschien wel, als de Bijbel zegt, hey, je moet afleggen alle last, je moet afleggen die oude mens, je moet afleggen de zonde. Dat zijn Bijbelse woorden, dat mag je gewoon laten staan. Daar hoef je niks van af te doen, dat moet. Maar die denken dan, dat als dat daar staat, dat je dan je mouwen moet opstropen en flink aan de slag moet. Misschien denk jij dat ook. Ik zal eens even zorgen dat ik dit aan de kant krijg, dat ik die loop haal. En volgens mij is dat activisme en geen heiliging. Want de tekst wijst ons een andere weg. We blijven bij Gods woord. Hè? Lees maar mee, in het slot van vers 1. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En dan komt er een komma, geen punt. Dus de zin, die zin loopt door. Terwijl, en hier komt de sleutel, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Ik zeg dat nog een keer. Dus heiliging is het oog gericht houden op Jezus. Dus de tekst is heel helder, lieve gemeente. Als je nu de marathon van het geloof aan het lopen bent en al struikelend je naar die finish begeeft, want ik hou het maar bij mezelf, hè, want meer is het toch ook vaak niet, die loop die wij lopen, struikelend en waggelend, richting dat vaderhuis. Maar dan moet je jezelf niet afvragen, wat kan ik nou beter doen? En dan moet je jezelf niet afvragen, waar liggen mijn sterke punten, waar ligt mijn kracht? Nee, zegt de Hebreeënbrief, kijk dan naar Jezus. Kijk dan naar dat brood en naar die wijn van vanmorgen. Het oog op Jezus. Ik bedoel niet oneerbiedig, maar ik moest denken bij de voorbereiding aan mijn hond. En dan gebeurt het wel eens, het is nog iets anders zeggen, dat Griekse woord voor de ogen richten op, dat betekent naar één ding kijken, naar focussen. En toen ik dat las, toen moest ik denken aan mijn hond. En zeg, ja, hoezo je hond? Nou, het gebeurt wel eens, als ik onze hond roep, dat ik een koekje in mijn hand neem.
En dan is die hond volledig gericht op dat koekje. En dan beweeg ik mijn hand naar rechts en dan gaat die hoofd van die hond mee. Dan ga ik naar links en dan gaat de hond mee. Telkens is dat oog op dat koekje. Ik bedoel niet onbiedig, maar ik vond het een prachtig beeld. Hè? Het oog gericht houden op de Heer Jezus Christus, de overste leidsman en de voleinde van het geloof. Heb het oog op de Heer Jezus. Verlies de Heer Jezus, verlies het kruis niet uit het oog. Dat is ten diepste heiligmaking. Echt waar. Want dan denk ik aan Stefanus. En de stenen vlogen hem op de oren. En dan zat er, ik zie de Zoon des Mensen staan aan de rechterhand van God. Hij had het oog gericht op Jezus. Ik kwam een verhaal tegen uit Maccabeeën 4. Misschien ken je dat Bijbelboek niet. Het is ook geen Bijbelboek, maar een apocrief boek. Het is een belangrijk boek voor het Jodendom. En dan gaat het over mensen die gemarteld worden. En dan staat er zo in een bijzinnetje, staat erbij. En tijdens hun marteling en doodstrijd hadden zij het oog gericht op God. Laat ik het dus zo zeggen. Hè? Die marathon van het geloof die wij moeten lopen, die u en ik lopen. Die is in totale afhankelijkheid van Jezus alleen. Alleen als je kijkt naar de Heer Jezus, niet naar jezelf, haal je de finish. Alleen haal je de finish wanneer je zegt, ik hoop op God, ik sla het oog naar boven. Als je zegt, Heere, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng. Het oog op Jezus. En dan heb je vanmorgen aan de tafel gezeten. En dan hebben we gehoord dat we midden in de dood liggen. Maar dat we onze reinigmaking en zaligheid van Jezus hebben gekregen. En als je dat ziet, dan zeg je toch, jij ook. Leer mij hoe ik wandelen moet. Het oog op Jezus. Matthew Henry die zegt dat heel mooi. Die zegt een kind van God moet Jezus gedurig, dat wil zeggen constant, de hele tijd voortdurend voor ogen zetten. Dus je moet in je leven constant naar de Heer Jezus kijken. In je lijden, in al je aanvechting, in je geloofstwijfel, met je zonde, in je struikelen. Kijken naar Jezus Christus. En iemand in de kerk die zegt, ja dominee, dat is zo, maar wat zie ik dan? Als ik naar Jezus kijk, want ja, het is natuurlijk een geestelijk zien, want letterlijk kun je Jezus nu niet zien. Hè? Dat is onmogelijk. Dus het is een geestelijk kijken, maar als ik naar Jezus moet kijken, wat zie ik dan? Vers 2 zegt er wat over, hè? Dan zie ik de leidsman en de voleinder van het geloof. Nou, dat woordje leidsman dat kun je ook vertalen als schepper. Of creator in het Engels. Dus wanneer je naar de Heer Jezus kijkt, dan zie je de leidsman, de schepper van het geloof. Maar er staat nog iets. En de voleinder van het geloof. Dus als je kijkt naar de Heer Jezus, dan zie je iemand die daar aan het kruishout van Golgotha hing en zei, het is volbracht, voleindigd. Dus dan zie je hem die de wedloop verlopen heeft en zit aan de rechterhand van God de Vader. Dat is het tweede van de preek. Laten wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van God.
van het geloof. Dan het derde, laatste punt. Het uitzicht dat gezien moet worden. En het uitzicht, hè, dat is een soort vooruitblik, daar zie je iets van in vers 2. Lees maar mee. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Er staat, hè, de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Dat is, jongeren, dat je gaat rennen op die geloofsweg, dat je gaat rennen naar de finish en dan kom je daar en dan heb je onpeilbare vreugde. Hemel open. Daar staat het woordje gara. En gara, dat is een term die komt voor rondom de sport. Sportevenementen. Hè, als je wint, dan is er gara, dan is er vreugde. En die gara, wat is dat dan? Ja, dat is het geld, hè? Of de prijs, of de medaille, of de beker, of de kroon die je opkreeg. Dat deden ze in de oudheid veel. De prijs die hem in het vooruitzicht was gesteld. Dus nu zegt Hebreeën 12 vers 2 ons vanavond, vanwege de vreugde, vanwege de prijs die de Heer Jezus in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij de schande en het kruis verdragen. Het is alsof er een heel lekker bord eten voor je wordt neergezet. Dat je denkt, als je het goed doet, mag je dat opeten. Vanwege de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Maar wat is die vreugde dan? Wat is dat? Daar zegt de tekst ook iets over. En ze zit, en zit nu, aan de rechterhand van de troon van God. Dat heeft hij in het oog gehad. Hè? Eens zal ik zitten aan de rechterhand van mijn vader. Eens zal ik binnengaan en dan zal ik bestijgen die troon naast mijn vader. En dan zal ik regeren van zee tot zee. Als ik die zweepslagen krijg, als ik die geeselslagen krijg, dan hou ik dat in het oog. Eens zal ik zitten naast mijn vader. En dan word ik even weer stil. Heilig verwonderd. Want zat Jezus al niet aan de rechterhand van de Vader? Voordat hij kwam. Ja, toch? Dit gaat veel dieper, hè? Hij heeft dat kruis gedragen. Hij heeft de speeksel in zijn baard van al die mensen die hem in zijn gezicht gespuugd hebben. Hij heeft het veracht. Waarom? Met het oog op jou en jou en jou. Die hier in de bank zit in Brandwijk. Deze vreugde gaf hem de kracht om door te gaan. Dat hij zijn gelovigen, zijn kinderen het eeuwige leven kon geven. Dat hij samen met zijn kinderen straks op die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde, dat hij daar gelukkig zal zijn tot in eeuwigheid. Dan moet ik ook denken aan dat visioen van Zacharia. In Zacharia 2, dan staat er, hè, dat God voor eeuwig in het midden van zijn volk zal wonen. Nou, ik geloof dat. Die vreugde, die had Jezus in het oog, dat hij eenmaal met zondaren uit Brandwijk zal wonen. En leven. Voor eeuwig. Als je dat hoort, dan zul je toch met me eens zijn. Genade zo oneindig groot. Spuug in zijn baard. De spijkers door zijn handen en voeten, de speer in zijn zij. Hij deed het, zodat u straks bij hem zal zijn. Het was zijn liefde
voor zondaren uit Brandwijk. Die hem de hardloopwedstrijd van het lijden de strijd op Golgotha liet volbrengen. Bij zo'n Heer Jezus wil je toch zijn. Dat werd hem in het vooruitzicht gesteld. Weet u, en ik ken de diepte van uw strijd niet, hè? Op geloofsgebied niet, maar ook praktisch niet. Ik weet niet hoe het gaat in jouw strijd met het geloofmarathon die je aan het lopen bent richting de finish. Hè? Misschien loop je die strijd wel met veel verdriet, hè? Van het verlies van je man of je vrouw. Of als het nog dieper gaat van je kind of kleinkind. En misschien loop je die strijd wel en kom je er telkens achter, die boezemzonde waar ik zo tegen moet strijden, maar telkens weer verlies. Misschien loop je die wedloop, loop je met een ongeneeslijke ziekte, omdat je hier zit vanavond en die vreselijke ziekte met een K, die heeft je getroffen. En misschien loop je die strijd wel met dementie of Alzheimer en verlies je al je gedachten al. En misschien zit je hier als jongere en twijfel je zo en worstel je zo met al de twijfel die telkens omhoog komt in je hart. Ik zou je willen zeggen, kijk net als de Heer Jezus naar de vreugde die voor je klaar ligt. Denk aan die vreugde die jou en jou beloofd is in het geloof. Dat je eenmaal bij de Heere zult zijn. Heb je dat verlangen? Ook jullie jongen, heb je dat verlangen dat je de strijd die je moet lopen, die wedstrijd die je moet lopen, is het nou je vreugde dat je aan het rennen bent als een marathonrenner richting de Heer Jezus? Richting dat eeuwige leven. Ik zou je willen zeggen, als je die strijd loopt van het geloof en het gaat allemaal niet zo, en je voelt jezelf zwak, belast, beladen en te neergedrukt door zorg, zie op Jezus. Want Hij belooft aan de finish: eenmaal maak ik alles weer nieuw. Hij belooft aan de finish: eenmaal heel ik iedere wond. Hij belooft, als de strijd gestreden is, dat het duidelijk zal zijn: eenmaal zijn wij werkelijk vrij. Eenmaal is het vechten voorbij. Op die dag, in de hemel. Wat een dag. Wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus. En wat klinkt er dan? Het overwinningslied. De strijd gestreden. De loop gelopen. Dat is wat Paulus ons meegeeft vanavond. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Amen. Wij zingen met elkaar 42, het tweede en het vijfde vers. Thank you.
Gemeente, zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Laten wij met elkaar danken en ook bidden. Ja, Heer in de hemel, wat een heerlijk vooruitzicht dat ons wordt geschilderd in Psalm 42. Dat als wij de loop gelopen hebben, de strijd gestreden hebben met het oog op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, dat we dan onder stem en snaren feest zullen houden. Met uw blijde schare, met uw volk. Heer, en u ziet ons hier in Brandwijk zitten. En u ziet ook welke strijd in ieder van ons afzonderlijk heeft te strijden. En wilt u dan door uw Heilige Geest als het ware ons hoofd vastpakken, want wij zijn mensen, dominees en ouderlingen niet uitgezonderd. Wij zijn mensen die kijken naar onszelf, naar de aarde. En wij zijn mensen, wij brengen niet veel goeds voort. Maar wilt u door uw Heilige Geest als het ware ons hoofd vastpakken en ons richten op de Heer Jezus. Want als we u zien, Heer Jezus Christus, in uw liefde, in uw opofferende liefde daar aan het kruis, dan hebben we toch maar één verlangen. Zo snel mogelijk naar de finish. Om u daar in de armen te vallen. Om u daar te ontmoeten. Om daar niet meer te hoeven geloven, maar dat we daar mogen zien, want dan zal het geloof overgaan in aanschouwen. Ja, Heere, dat is het verlangen van ons hart. En wilt u dan een ieder hier in Brandwijk die uw kind is, die u nu mag geloven, dat uitzicht geven. Die vreugde die in een vooruitzicht is gesteld. Zodat hij de weg die hij hier moet gaan op aarde mag lopen. Met het oog op u. Heere God, en dan weet u wat er allemaal kan zijn wat u van ons aftrekt. Misschien houden we zonde aan de hand, moeten we afleggen. Misschien houden we goede dingen aan de hand, maar beheersen ze ons leven. En zijn we gericht op het hier en nu en niet met het oog omhoog. Wilt u het wegnemen? Laat ons elke dag leven gericht op uw Zoon. Geef dat wij christenen, christianoi zijn, zij die van Christus zijn, zij die op Christus gericht zijn. Heer, en dan zijn er ook in ons midden die nog niet begonnen zijn met die loop te lopen. Die nog op hun plek zitten. Wilt u ze laten zien wat daar aan de finish ligt? Wilt u ze doen opstaan? Wilt u ze het geloof schenken in het hart, zodat ze de Heer Jezus lief gaan krijgen en naar hem toe zullen gaan rennen? Dat ze zullen gaan hardlopen naar het Vaderhuis. Heer, er is veel gezegd. Er is veel gehoord. Het is in zonde gesproken, in zonde aangehoord. Maar wilt u door uw Heilige Geest het laten vallen in vruchtbare aarde? Wilt u door uw Heilige Geest maken dat de vruchten van geloof en bekering uit voort mogen komen? Dat als we denken aan brood en wijn, dat we het zullen gaan zeggen. Het oog omhoog, het hart naar boven. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zo danken wij u voor alles. Ga met ons mee deze week in. Geef dat de mensen op ons werk, op school of waar dan ook mogen proeven. Dat wij mensen zijn die met het oog op de hemel zijn gericht. En niet op deze aarde. Helpt u ons in alle moeilijkheden. Sterkt u ons
als wij verdriet of pijn hebben. Beloof dat in Deuteronomium dat uw hand onder ons leven is. Wilt u dat laten merken aan ons allemaal, dat uw hand onder ons is en ons draagt. Heere, zo dragen wij deze dienst aan u op. Wij vragen u of u het zondige wilt vergeven, het goede wilt zegenen. In de naam van de Heere Jezus. Amen. Gemeente, slotzang uit Psalm 68, het tweede vers. Daar zit ook iets van die finishlijn in, hè? Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Tweede vers van 68. Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.